Ja, natuurlijk heel 3 punten. Ik denk dat we dat ook nog gewoon moeten, ja, gewoon moeten winnen. Maar ja, uiteindelijk als je 2-8 komt en dan erin komt, dan wil je ja, gewoon belangrijk zijn voor het team. En met assisten, dat is wel lekker. En vooral omdat ik weer een tijdje weer eruit was. Ik was weer terug en dan weer een blessure, is dat toch wel echt lekker. Ja, je hebt kleine 20 minuten meegedaan. Ja. Hoe was weer even wennen? Of? Ja, ik denk dat het natuurlijk altijd wel wennen is. Vooral als je in zo'n intensieve wedstrijd komt. Als je 2-8 staat, gaat heen en weer. Maar ja, ik denk gewoon weer goed fit worden en dan kan ik weer aan de bak. Ja, we zeggen al, ging heen en weer. We hadden zelf veel kansen, ja. Jong Utrecht ook. Is het dan nog lekker om juist dan in te vallen? Dat gelijk intensief? Nou, om eerlijk te zijn heb ik daar helemaal niet over nagedacht. Ik dacht gewoon invallen en gaan. En daar denk ik niet echt bij. Nee, ja, je wil gewoon weer invallen en laten zien. Maar ja, waarom je invalt. Ja, nu nog 1 wedstrijd, reguliere seizoen. Volgende week M uit. Weet al dat we play-offs hebben, tegen ADO moeten we spelen. Mm-hmm. Je bent nu weer fit. Hoe zie je nu je traject voor je? Natuurlijk wil ik meer minuten maken. En hopelijk kan ik belangrijk zijn voor het team en dan ook in de play-offs. En ik heb daar gewoon heel veel zin in. Om Eredivisie misschien wel naar de Eredivisie te brengen. Ja, en hoe ga je dan die laatste wedstrijd tegen Emmen in? Want je weet natuurlijk al van, Jos komt eraan. Het is ook bekend dat het ADO Den Haag wordt. Nou, ik denk natuurlijk als team wil je gewoon lekker met een goede flow doorgaan. En dus eigenlijk even weer winnen. En in plaats van dat je een 22 jong Utrecht daar gewoon de punten gaat pakken. En dan ga je ook lekker de play-offs in. En voor mij persoonlijk weer minuten maken. En gewoon fit zijn voor die play-offs. Ja, en vooruitkijkend nog. Dat is volgende week natuurlijk nog uitwedstrijd. Mm-hmm. Daarna waarschijnlijk thuis, hoe het er nu uitziet op dinsdag. Ja. Vandaag, stadion was lekker vol. De sfeer was ook goed. Ja. Dat is natuurlijk ook nodig in de play-offs. Hoe heb je dat ervaren vandaag? Ja, voor mij natuurlijk, omdat ik een tijdje weer weg was. Het is voor mij altijd weer lekker om in het stadion te voetballen, vooral weer thuis. En de sporten zijn natuurlijk weer top. En ik hoop bij play-offs zijn ze waarschijnlijk nog beter. Dan zit het een bommetje vol, dus daar heb ik heel veel zin in.